Wij zijn bij de Tiny Houses. In verband met de coronamaatregelen heb ik een andere camera mee. En ja, dit is een best wel speciale camera. Deze neemt 360 graden op en dan kun je dus met je telefoon rond gaan kijken. Hier naast mij zit Anneloes en Joris. En jullie wonen hier in dit kleine huisje. Ja. Waarom? Omdat het eigenlijk genoeg is. En omdat je op die manier een stukje financiële onafhankelijkheid kan krijgen, maar ook kan laten zien dat je eigenlijk een veel kleinere ecologische voetafdruk kan hebben zonder dat je er heel veel op hoeft in te leveren. En ja, heeft dat ook te maken met het milieu en duurzaamheid? En, ja, dat is je ecologische voetafdruk. Dus minder gebruiken en toch gelukkig zijn. Ja, we hebben ook gebruik gemaakt van tweedehands materiaal. Dus dat kozijn wat je ziet, dat is gewoon een tweedehands kozijn. Dus dit is allemaal circulair gebouwd? Ja, nee, de planken niet. Maar waar het kan, hebben we dus gebruik gemaakt van tweedehands materiaal inderdaad. Oké. Hier de veranda ook. Dat heeft in iemand anders een tuin gelegen. Nou, dat hebben we dus hebben we zelf zo gemaakt. Dat hebben jullie dus helemaal omgebouwd. Ja. En, kom even mee, want dan kun je dus natuurlijk zien. Dat is dit. En ja, voor hoe lang is dit? Is het tijdelijk of ja, dit is tijdelijk. Joris, hoe lang hebben we nou nog? 3,5 jaar. 3,5 jaar, ja. En dan moeten jullie weg. Ja. Ja. Ah, dat is wel jammer, want als je zo om je heen kijkt, het is echt lekker zonnetje erbij. Ja, zeker. Zomers. Ja, het was al 5 jaar, maar we zijn bijna een jaar later zijn we er gaan wonen. Dus het moest nog allemaal gebouwd worden. Het ging allemaal minder hard dan ze hadden gedacht. Dus, ja. En dit is wel heel erg klein daarbinnen. Jij laat ons ook zo meteen zien daarbinnen hoe jullie wonen. Ja. Want volgens mij gingen jullie via de aanrecht naar jullie bed toe. Ja, dat is onze trap. Ja, dat is wel heel erg bijzonder. En hoeveel huisjes staan hier eigenlijk? Hier staan nu 9 huisjes. Er komt nog een 10e bij, die komt daarachter te staan. Dus dit is plek voor 10 huisjes hier. En alle huisjes, die zien er ook anders uit, hè? Ja, klopt. Het huisje hier, die hebben ze helemaal zelf gebouwd. Ga ik even aan de kant, dan kunnen mensen dat ook zien. En dat huisje is ook helemaal zelf gebouwd. Maar die daarachter met die witte omlijsting, dat is een huisje, ja, dat is gewoon ergens gekocht en gemaakt en het is hier zo geleverd. Ons huisje is tot aan ruwbouw hier gemaakt. Er zijn onderdelen prefab gemaakt en dat is allemaal hier naartoe vervoerd en toen hier in elkaar gezet. En we hebben zelf de binnenkant helemaal afgewerkt en het is gewoon tot ruwbouw opgeleverd. Dan wordt het ook een beetje van jezelf, zeg maar. Dan is het belangrijke, dus het constructief is allemaal afgehandeld. En dan kan je het zelf helemaal naar eigen smaak afwerken. Maar dan weet je dat het dan ook wel stevig is en blijft staan. Ja. En ja, dat is wel fijn. En het scheelt natuurlijk, als je dit helemaal zelf afbouwt, dan kan je daardoor voordeliger zoiets neerzetten. Ja, want normaal heb je flat of een woning. Daar gooi je een laminaatvloer in en dat is eigenlijk het enigste. Maar jullie maken dus echt bijna alles zelf. Ja, nou ja, de meubels die kan je niet gewoon zomaar even bij een grote meubelzaak halen. Want dan kom je ruimte tekort. Dus heel veel meubels hebben we ook op maat daarin gebouwd. We hebben een bankje, maar we konden er niet een gewone bank in zetten. Dat paste niet. Dus toen hebben we zelf wat gemaakt. Maar toen hebben we wel gezocht naar de ideale zithoek. Zijn we ook gewoon naar de IKEA gegaan, daar op stoelen gezeten en welke stoelen Joris lekker vond zitten en welke ik hebben we dus naar gekeken. Toen hebben we gekeken van oké, welke hoek is dat dan? En dat hebben we hier zo gemaakt ongeveer. Oké. Okay. Ja. Dit hier is de keuken. Dat is gelijk eigenlijk ook onze trap. Dan stappen we er hier zo op. En dan kunnen we zo de slaapkamer in. En Joris kan op die manier ook de andere kant op. Want aan de andere kant, daar is ook een loft.
Maar er staan nu nog wat spullen en het wordt een soort van lounge loft. En als ik eraf wil, dan gebruik ik het bankje en dan kan ik er zo vanaf. Hier is Oscar's kamer. Hij heeft nu nog een bed van 1,50 meter zo. Van de zomer gaan we het aanpakken, dan komt er gewoon een langer bed in. Hij heeft hier speelgoed, hier is een kledingkast om de hoek staan. Dit is de badkamer. We hebben een wasmachine, een badje, kunstelbad, een douche en een wastafel. Hier in de hoek komt nog een kapstokkast-achtig iets. Net tot die tijd staat deze boom hier nog. Fruitboom. Ja. Heb jij nog wat te zeggen? Bananen erin, altijd leuk. Aan de andere kant ook nog. En het aquarium ingebouwd in de muur. Ja, aan de andere kant kan je er dus ook naar kijken. Werkt vanaf twee kanten. En een hele fijne zithoek. Dus eigenlijk zijn we van alle gemakken voorzien. Ja, en dit is een kledingkast. En aan de andere kant ook. Joris heeft zijn kleding naar boven. En deze eettafel. Dat was een ding wat we echt mee wilden nemen. Een tafel van 2 meter, maar hij past hier goed. Dus het geeft genoeg ruimte zo. Ja. Als je nou leuk wil doen, dan kun je dat cameraatje oppakken. En dan kan je er zelf mee... Nee, want hij moest gewoon zo... moet ik zeggen dat we klaar zijn. Hij kan misschien wat opnametjes nog maken. 360.